Yo gasten van mijn kanaal, een hele goede dag allemaal, Arjen hier. En vandaag breng ik jullie weer een nieuwe TNT Run. Holy shit, we zijn er weer op de server van Hypixel. Als die doet mij eventjes niet ging afsnijden, wat hij ook niet gedaan heeft uiteindelijk. Maar we zijn dus op Hypixel en we lopen hier lekker rond in Minecraft TNT Run. En we gaan gewoon eens eventjes kijken hoe ver we kunnen komen. Ik heb er een goed gevoel over. Ik denk dat we op zich wel in de top 5 moeten kunnen eindigen als we alles gewoon normaal doen. Als we niet als een debiel overal domme fouten gaan maken. En als we gewoon rustig nadenken over hoe we moeten springen. En wat is dit voor een lag? Wat de hel? Oké, dat was lag. What the fuck? I don't get it. Dat was niet... Oh my god, dat was zo dom. Oké, ja, dit vind ik kut. Want nu ging ik al meteen dood door een soort van lag spike. Omdat ik gewoon teruggeteleporteerd werd als het ware. Ik was al over het blokje, alleen toen werd ik teruggeteleporteerd voor... Ja, na het blokje als het ware. Of nog voor het blokje als jullie dat begrijpen. En daardoor was ik dus meteen alweer een verdiepingje naar beneden gevallen. Maar nu lijken we wel een rustig gebiedje gevonden te hebben. En we gaan gewoon eens eventjes kijken wat we ervan kunnen bakken. Die dude die komt voorbij rennen. Waarom ga je nou niet gewoon normaal rustig lopen? Rennen is nou niet zo super slim namelijk. In TNT Run. En ik ben benieuwd... Want meestal gaat het nu heel erg snel. Want je ziet de namen al links onderin in beeld verschijnen. En dan betekent het meestal dat het best wel snel gaat. Ik ben ook dood. Holy shit, dat was heel erg slecht. Oké, fuck. Dat was heel erg triest. Ik vind het nog steeds kut dat het gewoon die eerste was dat ik daar faalde. Omdat ik daar als het ware heel erg dom deed. Nee, ik werd gewoon teruggeteleporteerd. Ik deed niet om. Maar in ieder geval eventjes kijken voor een nieuwe TNT Run. Even kijken, TNT Run. Deze gaan we pakken. En dan gaan we eens eventjes kijken of we deze wel kunnen winnen. Want die lobby van net, die ging nou niet bepaald zo supergoed als verwacht. Ik had gedacht dat ik top 5 kon eindigen. Alleen, het begon er gewoon meteen kloten met een domme fout, als het ware. Niet echt een fout, maar gewoon een soort van lag spike. Ik weet nog niet wat het was. Maar ja, daar zullen we ook nooit achter komen. Misschien als ik het terugkijk in de recording, dan zie je duidelijk dat ik teruggeteleporteerd word. Maar nu gaan we eens eventjes kijken of we het op deze map kunnen waarmaken. Het is in ieder geval een kleinere map. Wat zit jij te doen? Waarom sla je me? Hallo? Hallo? Waarom sla je me? Ik heb een mooie skin, hè? Oh, mooie skin. Maar, oké, Kierza. What you doing? Als je me maar niet gaat volgen tijdens het rennen, want dan gaat het heel erg kloten worden. Maar ik ben benieuwd wat we ervan kunnen bakken. Dit is meestal wel een map die anders is. Deze zit anders in elkaar natuurlijk. Hij is kleiner dan die map die ik net speelde. En meestal heb ik wel wat meer succes op deze map. I'm Dinobot, leader Grimlock. Oké, dankjewel. Jeb Baxter. Oké, helemaal top. En Sandfire begint ineens Russisch te praten of zo. Maar ik hoop dat we nu wel in de top 5 kunnen eindigen. En dat ik het dan een beetje normaal kan afsluiten. Dat hoop ik echt. Maar ik kan niks beloven natuurlijk. Maar we gaan het zien. We beginnen allemaal weer lekker chaotisch in het midden. Dat vind ik altijd zo kloten. Dat begin in het midden... Dat is altijd zo erg hinderlijk. Want ja, je begint daar en dat is gewoon lastig. In ieder geval eventjes stoppen met rennen en rustig aan gaan lopen. Want nu kan ik het al rustig aan doen. Nu kan ik me eventjes gaan focussen op de weg. Er zijn al mensen die zijn gewoon naar beneden geflikkerd al meteen. Maar nu kan ik me even focussen op de route die ik ga lopen. En dan kan ik eventjes rustig aanlopen. Weer een lagspikeje leek dat voor een ander persoon die voorbij kwam. Ik had er in ieder geval geen last van, dit keer. En... ik hoop dat ik weer niet teruggeteleporteerd gaat worden. Want dan ga ik huilen. En deze jump hebben we gehaald. Dat was een belangrijke. Uh-oh. Nee, ik heb mezelf... Oh nee, hoe red ik dit? Ik denk ik heb mezelf vastgelopen, maar nee hoor. Oh, wat een klootzak. Wat een klootzak. Hij kwam net voorbij gesprint. En ik flikkerde meteen nog één. En nog één. Oh my god, dan loop je al gewoon op de laatste, hè? En dan zit je nog gewoon... terwijl er 20 spelers zijn. Maar dan flik je dus gewoon eventjes op een domme manier gewoon meteen... heel erg veel verdiepingen. Vind ik niet leuk. Is ook niet leuk. Is om te huilen. Heel erg triest. En ik had die jump daarboven nog bijna voltooid. Ik had het nog bijna gered daar zo. En ik was echt, denk ik, half gaan schreeuwen als ik hem gered had. Ik zat al volgens mij redelijk bijna te schreeuwen. Omdat ik hem al bijna gered had. Maar we gaan gewoon gefocust. Holy shit, mensen gaan hard nu. Mensen gaan hard. Ze gaan heel erg snel dood. Kom op, top 5. Gaan er nog een paar dood, jongens. Alsjeblieft. Come on, we can do this shit. En we gaan die bitches verslaan. Come on, let's do it. Oké, Oké, er is er weer eentje dood. Super chill. Rustig aan blijven doen. En dan komt het wel goed, hoop ik. Oké, nice. Er is er nog eentje down. Nog 4 spelers remaining. Ik sta dus sowieso al in de top 5. En daar ben ik super happy mee. Dat ik dat in ieder geval gered heb. Dat was echt mijn doelstelling. Gewoon top 5. En dit was hem. Oké dan. Nog 3 spelers zijn er nu over. Dus ik ben 4e geworden. Want er zijn nog 3 die bezig zijn daadwerkelijk. Ik ga er nog eentje doen. Maar ik ben nu dus 4e geworden. En daar ben ik al zeker blij mee. Maar ik ga eens eventjes kijken of dat er, meer in zit. Kijken of ik mijn 4e plek kan verslaan. Wat was dat? Voor een geluid daar links. Oké, ik heb geen idee. Maar we shall see. Ik ben benieuwd. Waar start er een nieuwe TNT run? Kijken op het bord. Ik denk dat ik voor deze ga 3-2. Die gaat zich weer opvullen. Oké, en dat is deze map. Deze map vind ik lichtelijk lastiger. Omdat het natuurlijk dit middelste gedeelte is waar je nauwelijks langskomt. Dus je moet echt op één gebiedje blijven. Maar dan is het wel weer zo dat... zodra je, laat maar zeggen, echt op één zo'n gebiedje loopt, dat het heel lastig is voor de anderen om erbij te komen. En holy shit, ik had zo'n boerengevoel, dus dan moet je eventjes je stem een soort van inhouden. Maar ja, het is redelijk lastig om van gebiedje naar gebiedje te komen. En dan is het ook lekker als je ergens zo op een gebiedje loopt, dat je daar helemaal solo loopt. Ook al is dat niet per se gegarandeerd dat je er daadwerkelijk solo loopt. Maar dat zou wel heel erg nice zijn. Ik ga in ieder geval meteen eventjes hierheen sprinten. En proberen het pad achter mij af te breken voor die andere dudes. En deze mensen beginnen al meteen te renspringen. Dat is wel gunstig voor mij, want hun laten dan meestal 1 of 2 gaten open. Dus dan kun je later redelijk simpel nog overspringen. Maar voor nu ga ik in ieder geval gewoon eventjes rustig aan beginnen. En er is er nu al eentje dood. Ik zou nu echt balen als ik nu al dood was. Ik zou me denk ik wel echt praktisch opvreten. Holy shit, dat ik die jump nog eventjes redde. Want die doet deed echt heel riskant. Oh shit. Oké, ik doe het nu ook riskant. Oh my god, ik heb hem gewoon gered, hè. Oh my god, hoe heb ik dit gered? Oké, ik ga er nu eentje vallen. Ik val er meteen 2. Of is dit gewoon één gebiedje die ik val? I don't know. Volgens mij zijn er maar 2 levels of zo. 2 verdiepingen. Oh nee. Wat de hel is dit? Hoe kan dit? Zitten er echt maar 2 verdiepingen? Nee, dit is de bovenste verdieping. Ik flikkerde deze al meteen naar beneden. En ik flikkerde deze al meteen naar beneden. Maar hier, hè? Hoe kon ik meteen zo ver vallen dan? Oh, het is in het midden zijn er 4. En aan de zijkanten zijn er maar 2. Holy shit, dat is kut. En dit gebied is echt nog praktisch open. Holy fuck, hé. Ja, iedereen ging in het midden daar al meteen heen aan het begin. En die dude, die loopt daar nog. Die heeft echt een goede kans om te winnen. Holy shit. Oké, ik ga nog slash hub. En ik ga nog een potje proberen te doen, want ik wil toch nog wel eventjes goed eindigen. Maar ik dacht al, mensen gingen echt heel snel dood daar. Dat vond ik vreemd. Maar dat was dus omdat er op sommige gebieden maar gewoon 1 plek is. Hoe heet het? Eén laag, als het ware, dat je kan vallen. En anders dan is het gewoon over. Oké, ik ga naar 1, 2 en dan ga ik nog eventjes een potje doen. En dan is het wel afgelopen. De mensen joinen echt heel snel hier. Holy shit, zo'n lobby die gaat dan echt heel snel vol ineens. Maar ik ben benieuwd hoe ik het kan doen. We shall see. En als die even gaat beginnen, of moeten we nog heel erg lang gaan wachten totdat we gaan beginnen. Oké, 7 seconden, 6 seconden, 5 seconden en dan beginnen we weer. Ik heb er zin in. Kijken of ik dit keer wel beter kan doen. Want ik ben ook benieuwd. Ik kan nu niet echt zien of dat er... Oh, waarom ren ik niet? Het is niet zo slim. Ik had eigenlijk meteen moeten beginnen met rennen. Maar ja, ik heb het overleefd. Tot dan toe in ieder geval. En we gaan dan gewoon meteen rustig lopen. Aan de buitenbaan hier zo. Gewoon lekker rustig lopen. En we zien wel hoe we eindigen. Lastige jump, lastige jump. Oh, die dude die voor me loopt is super hinderlijk. Oké. Ik ga er zo meteen al eentje vallen. Denk ik. En dat is heel erg lastig. Volgens mij is dit weer zo eentje waar er echt maar 1 gebiedje is. Ja, ik ga nu vallen. Oh, en ik heb hem gewoon gered. Oh my god. Nu ben ik blij, want ik loop hier nu. En nu momenteel ben ik volgens mij de enige op dit gebied. En dat is het lastigste. Als je van boven naar beneden valt. Om dan gewoon hier in zo'n gebiedje te komen en daar te landen. Maar het is me gelukt. En nu loop ik hier in mijn eentje. Dat is heel erg gunstig. Het kan zijn dat er zometeen anderen ook naar beneden vallen. Maar voor nu is het in ieder geval heel erg gunstig. Dat ik hier gewoon in mijn eentje loop. Want nu gaan ze waarschijnlijk heel erg snel allemaal af. En lopen ze zichzelf allemaal vast. En dan ben ik heel erg happy. En heel erg blij. En dan gaat het helemaal goed komen, denk ik. Tenminste, nou ja, niet helemaal goed komen. Maar dan is er een goede kans dat ik redelijk hoog kan eindigen. Maar dan moet het dus wel zo gaan zoals ik het voor gezien had. En dat weet je nou natuurlijk nooit. Ik ga eventjes zo rustig lopen. Hoppakee. En hoppakee. Oh man, dit gaat echt lastig worden zometeen. Nee, dit was hem. 60 geworden. 60 geworden. Ik ben er klaar mee. Dit waren de potjes TNT Run. Het ging niet echt zo goed zoals ik in gedacht had. Tenminste, ik ben 1 keer vierde geëindigd, 1 keer zesde en de andere 2 keer. Dat was gewoon echt drama. Maar in ieder geval, bedankt voor het kijken, jongens. Laat een duimpje omhoog achter als je wacht nou hebt. En ik zeg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En nieuws.